meer zaken dan we denken. Dit bracht Wilco Koster, coördinator Stibula, onder de aandacht van aanwezigen op de themaavond van de organisatie. Hij wijst erop dat de gemeenschap vaker vanuit gaat dat jongeren vroegtijdig de school verlaten omdat ze willen gaan werken of door mogelijk tienerzwangerschappen. Echter zijn er ook zaken die hij zelf waarneemt in de volksbuurt Latour die meer maatschappelijke aandacht verdient. Okay, de trend die we dus nu zien, zeker in Latour, is dat er vaak genoeg ook inderdaad meisjes de school verlaten. En men probeert dat alles vaak te gooien, soms op peer pressure, maar dat is het ook wel weer niet. Ik heb eerder in een ander interview al aangegeven dat de doorsnee Surinamer materialistischer wordt. We willen hebben, we willen hebben, we willen hebben. En dan vallen we ervoor. Kijk maar even, je hebt toch ook zelf voor mij gefilmd, de jongens die 2 uur in de ochtend olie staan te verkopen. De prostitutie die zich al aan de Latourweg plaatsvindt. Dat zijn de situaties die we krijgen. We zien weer dat we kunnen praten van, er vindt weer drop sex plaats. Ja, dan probeer ik, als ik het mag vertellen, wat gebeurt er? In plaats om direct naar school te gaan, dan komt er een of andere grote wagen. Jou halen, even weggaan. En dan kom je snel terug alsof er niks is gebeurd. We kennen ook gevallen waarbij kinderen op school zijn gezet. Ouders denken dat hun kinderen dan in de klas gaan. En plotseling is er een andere wagen die ze meenemen en vertrekken. Maar de vraag blijft nog altijd van waar blijft het beleid als het gaat om kinderbescherming. Koster zegt dat er niet gewacht hoeft te worden om wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk dat mensen alvast nagaan wat er speelt bij hun in de buurt om te begrijpen waarom bepaalde situaties zich voordoen. Hij wijst erop dat er vaak een etiket wordt geplaatst op die jongeren die de school verlaten. U mag weten dat er heel veel jongeren van ons in de omgeving vroegtijdig ouders zijn. In die zin dat zij op broertjes en zusjes moeten letten. Want moeder of vader die zijn weg. Goed boezie, Francais, want dat is wat er nu gebeurt, toch? We merken ook dus dat onze sociale dienst daartoe ook niet is ingericht of ingesteld om in te spelen op de nodige problemen die zich voordoen. En dat kunnen we zo zien. Koster vindt het belangrijk dat de discussie over vroege schoolverlaters wordt voortgezet, om zodoende het probleem te helpen oplossen.